Goedendag, wij staan vanmiddag op het zwembad De Wisselaar in Breda. En momenteel zie ik hier allerlei mensen druk bezig om het zwembad in orde te maken voor selectiewedstrijden. Waarop de zwemmers en zwemsters kunnen proberen hun eigen record te gaan verbeteren. Nou, we zijn benieuwd. We zijn op zoek naar Davy en Mikey Zwiers. En die gaan wij ongetwijfeld binnenkort ergens vinden. En dan gaan we eens kijken wat ze allemaal willen gaan bereiken vandaag. Nou kijk, we zijn even op zoek geweest, maar inmiddels hebben we naast ons staan. Wie ben jij? Ik ben Mikey Zwiers. En Mikey Zwiers, jij woont in? Maden. Jij woont op de Mei, dus dat is een heel bekend plek en daar wonen wij ook. Ja. Mikey, we staan hier in zwembad De Wisselslag. Kun jij mij vertellen wat we hier gaan doen? We gaan hier een wedstrijd zwemmen op een 25 meter bad. En ik ga proberen al mijn records te verbeteren. En records op, kun je er een paar noemen? Ja, 50 vlinderslag, 50 rug, 50 school en 100 wissel. En de bedoeling is dus, je hebt eigenlijk geen tegenstanders. Je bent eigenlijk je eigen tegenstander, toch? Ja, het gaat om je tijden, niet om medailles deze wedstrijd. En heb jij welke records heb je al? Welke tijden wil je eigenlijk gaan zwemmen? Ik wil op de 50 vlinder en de 100 wisselslag wel een betere tijd zetten. En wat is jouw tijd bijvoorbeeld dan? Noemen ze een tijd? Op de 100 wissel 1,53 of zoiets, denk ik. 1,53, dat is best wel snel, denk ik. Ja. En volgens mij ga je dat niet alleen doen, want volgens mij is jouw broer hier ook in de zaal. Ja, Davy zit hier ook ergens. Ja, daar ergens. Maar Davy dacht bij zijn eigen, laat Mikey maar het woord doen. En dan gaan wij gewoon zwemmen en dan kijken we na afloop wel wat we doen. Ja. Heb je er zin in? Jazeker. En kun je mij dan ook vertellen, wat doe je dan om die tijden te bereiken? Want ik neem aan dat je niet alleen wedstrijden zwemt. Train jij elke week of doe je naast het zwemmen ook iets anders? Ja, ik train 3 keer per week, maar ik doe ook voetbal en trampolinespringen. Dus ik doe eigenlijk 3 sporten. Jij bent dus eigenlijk gewoon heel fanatiek aan het sporten elke week? Eigenlijk wel, ja. Nou, wij gaan het met belangstelling volgen. Wij gaan dadelijk de camera op jou richten. En we juichen natuurlijk extra hard en geven dat we ervoor kunnen zorgen dat jij die tijden gaat halen. Ja, dankjewel. Ja? En als je het niet haalt, heb je in ieder geval het best gedaan, toch? Ja, en dan de volgende keer beter. Na afloop komen we graag nog even met jou in gesprek, Mikey. Kijk eens aan. Ja? En dan laten we hopen dat wij hier met je juichende stem staan en dat we zeggen, yes, we hebben het gehaald. Veel succes. Dankjewel. Oké. Okay. Ja. We kijken even achter de raam, stiekem binnen bij alle officials die zich momenteel aan het voorbereiden zijn om deze wedstrijden in goede banen te leiden. En er is behoorlijk serieus overleg. Ze komen dadelijk bij baan 1 tot en met 6. En dan gaan ze hun belangrijke werk doen. Kijk maar even mee. Baan 2. Ja, in baan 2 staat klaar Davy Zwiers, ook voor 100 meter wisselslag. Davy heeft een PR van 1,29,40 en hij heeft er zin in, zo te zien. Nou, hij is even onder water. Op weg naar het keerpunt, ook Davy keert als eerste. Schakelt over op rugkrauw. Ligt op dit moment close met de zwemmer in baan 4. Nou, hij gaat keren en begint aan de schoolslag. Heeft nog steeds voorsprong, maar niet veel meer. Nou, Davy mag zich klaar voor zijn laatste keerpunt. Zo goed als alle 3 tegelijk. En over op borstkrauw. Ja, dit wordt spannend. Boord aan boord, zeggen ze dan. En ook Davy heeft zijn race gewonnen.
Nou, Mikey Zwiers uit Made gaat klaarstaan voor zijn wedstrijd. 50 meter vlinderslag. En weg is die. Op weg om zijn tijd van 45 seconden en 69 honderdste te verbeteren. Nou, hij heeft er goed de gang in. Nou, nog even doorzetten. We zijn reuze benieuwd of dat hij die 45 seconden heeft gehaald. Dat hopen we natuurlijk van wel. Nou Maaike, we hebben jou keihard zien zwemmen volgens mij. De laatste route in het zwemmen, jouw laatste baantjes liepen prima. Hoe denk je over de hele avond? Is het gelukt? Is het naar je zin? Ja, ik heb alles wel een snellere tijd gezwommen, dus ik ben wel tevreden. En hoeveel sneller was het? Bij 1, 3 seconden. 3 seconden en bij 1, 12 of 13. Ja, wat mij opviel bij de 100 meter wisselslag, dat jij een PR had wat 17 seconden langzamer was dan van die andere drie die in het water lagen. Maar je wist wel mooi als eerste te eindigen. Ja, ik weet niet wat ik moet zeggen. Ja. Weet je, daar moet je gewoon trots op zijn. Ja, dat is wel, ja. En ga je nou binnenkort in het weekend ook weer aan de gang of ben je nou voorlopig klaar met zwemmen? Ik heb van het weekend Brabantse kampioenschappen, dus ik ga dan ook zwemmen. En welke afstanden ga je dan doen? De 100 vlinder, de 100 school, 100 vrij, 200 vrij, 100 wissel en 200 wissel. Nou, dan heb je een druk programma. Dan zou ik zeggen, tussen nu en het weekend rust lekker uit en heel veel succes komend weekend. Dankjewel. Graag gedaan. Tamara staat naast ons. Tamara is de moeder van Mikey en de moeder van Davy. En op jouw rug zag ik staan vrijwilliger en je liep allemaal mee papiertjes rond. Wat was je aan het doen vanavond? De tijden die de zwemmers gezwommen hebben, die halen wij dan op en die leveren wij binnenin, zodat ze het in het systeem kunnen voeren. Dus jij hebt ook de tijden van Mikey en Davy al gezien? Ja. En hoe hebben ze het gedaan? Allemaal verbeterd. Allemaal verbeterd. Ja. En dat is een prestatie van die mannen natuurlijk, maar zijn er nog meer die daaraan bijgedragen hebben binnen jullie familie? Opa en oma van Mike en Davy, Ben en Lydia Zwiers. En die waren hier ook actief bezig, dus dat is hartstikke mooi. Ja. Moet jou wel een trots gevoel geven, denk je, dat je die mannen zo sportief bezig ziet? Zeker weten, zo sportief ben ik zelf niet. En heb jij zelf vroeger ook gezwommen? Of, Nee, vaders wel. De vader van de kinderen hebben wel gezwommen. En hoe lang zijn ze bezig, als ik vraag maar? Al jaren. Ik denk wel een jaar of 5, 6. Mits 2 jaar ertussen uitgelegen in verband met corona. Ja, die coronaperiode heeft overal goed in het eten gestrooid natuurlijk. Nou, maar hartstikke mooi dat je op zo'n leuke avond terug kan kijken. Hoe doen ze dit vaak? Wedstrijden, ligt eraan. Soms om het weekend, soms ieder weekend. Davy heeft nou afgelopen 2 weken de Brabants kampioenschap gehad. Mikey heeft hem aankomend weekend. En trainen doen ze 3, 4 keer in de week. Nou, dan wens ik jou en jouw kinderen heel veel succes bij al die wedstrijden die je nog gaan volgen. Dankjewel. Fantastisch. Bedankt voor het fijne gesprek en de uitnodiging. Kijk. Ja, daarmee sluiten we af. Op de wisselslag is alles klaar. Ze zijn aan het opruimen. Ik denk dat wij dat ook maar gaan doen.